We zoeken Lenny, de kok. Ja. Lenny? Hier is nog nooit een Lenny geweest. Kom, schrobben. Mevrouw Foster, ik heb net alle kiezelstenen van de oprit gewassen. Uitstekend. Mag ik nu slapen? Natuurlijk. Nadat je het zilver gepoetst hebt. Al het zilver. Lenny, je bent dus toch hier! Oh, ik ben zo blij om je te zien! Kennen wij elkaar? Is Lenny dakloos? Ja, dat weten jullie toch? Schoenen en je kleding in de zandkist legen. Ik wil geen zandkorrel meer zien. Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen, een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen, vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen, maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Ik denk dat van jou is. Oh, ja. Dank je. Oké. Ze zoeken kamer 13 dus niet. Zo te zien niet. Maar we moeten wel voorzichtig blijven. Hier, hou jij deze bij je. Ja. Goed, maar we moeten dus echt oppassen dat niemand... Ging maar net goed. Jongens, stel je eens voor. Zonder de munt zitten we voor altijd in het heden vast. Nee, ik bedoel, die arme Flo. En Lenny die dakloos op het strand woont. Dat is allemaal mijn schuld. Omdat een dienstmeisje uit het verleden haar baan is verloren. Dankzij mij. We moeten het herstellen. Voor Lenny en voor Flo. Wat is er met mij? Niks. Hier. Wat? Voor mij? Ja. Yeah. Oh. Anna, hey. Wat is er? De munt. Hij is weg. Wat? Hey jongens, mijn horloge is ook weg. Oh nee. Wat? Toch niet alweer de dief, of wel? Een dief? Natuurlijk, dat is vorige week toch ook gebeurd? Er worden waardevolle spullen gepikt, maar de vrieskist weigert... om de politie in te schakelen. Ze houdt het liever zelf in de gaten. Hoe kunnen wij de dief vinden als zelfs de vrieskist hem niet kan betrappen? We moeten in zijn hoofd kijken. Net als in het programma. Dit is het zesde zintuig. Nee, geen zesde zintuig. Gelukkig. Wacht eens. Er worden toch alleen waardevolle spullen gejat? Spullen die veel geld opbrengen. Misschien worden die spullen wel op internet verkocht. Dan moeten we alleen nog weten wie de koper is en... Tak, we hebben de dief. Over 5 minuten op jullie kamer. Oh, oké. Cool. We hebben echt een genie als vriend. Hey. Hey. Flo, heb je mijn computer gezien? Op je verstopplek. Sorry? Hallo, Tom. De plek waar jij je privéspullen voor de vrieskist verstopt? Oh. Tiberius. Hey. Tiberius, mijn nieuwe huisdier. Ja. Hey. Geen woord tegen de vrieskist. Anders wordt ze helemaal gek. Dat is toch goed als ze gek wordt? Ja, dan wordt ze opgenomen en zijn wij verlost. uh,
Victoria? Ik moet weer door. Hey. Wat ging er nou mis? Dankjewel, zet maar weer op de rekening. Is er een probleem? Het spijt me, mevrouw Foster, maar u weet toch, we kunnen de rekening niet betalen. De hotelkast is helemaal leeg. Onthouden. Richard weet nog wel niks. Als hij erachter komt dat ik al het eten bestel, dan... 10 lange jaren heb ik moeten wachten voor hij me eindelijk een aanzoek heeft gedaan. Dus geen woord over die rekeningen, kereltje. Anders smet ik je eruit. Snap je dat? U smijt me er toch wel uit als het geld op is. Ach, maak jij je nou maar geen zorgen. Ik heb al lang een oplossing voor ons kleine geldprobleem. En nu aan het werk jij. Hup, je weet wat je moet doen. En? Wat eten we vandaag voor lekkers? Fluffy. En ga je onze gasten vandaag weer culinair verrassen? Ja, natuurlijk. Zoals altijd. Kippenpoten à la Frieda Foster. Niet waar, Flo? Klopt, oh, ja. Geweldig. Ja. Met een currysausje. Maar natuurlijk. Oh. Flo, bel de cateringservice nu. En vraag om hun beste currysaus. Ja, oké. Alles in orde? Yep, tuurlijk. Wat ben je van plan, Sherlock? Wat denk je? Onze munt terugvinden. Bingo. En? Wie heeft hem? Wie is te verkopen? Design Specials 123. Schuilnaam, dacht ik al. Maar het IP-adres achterhalen moet geen probleem zijn. Kijk, ik heb het. Ja, en wie is dat? Ja, dat weet ik nog niet. Maar misschien kan ik wel zijn locatie achterhalen. Ja, en? Dat is een computer hier in het hotel. Kan je ook zien welke? Hey, misschien heeft die computer wel een webcam of zoiets. Hey, goed idee. Ik check het meteen even. Dat is het kantoor van meneer Leopold. Wie mogen daarin? Nou, meneer Leopold zelf, de vrieskist en Jack. Dus één van hen is de dief. Tom, Anna, Liv, kom onmiddellijk hier. Wat doen jullie op jullie kamer? Het half uurtje pauze is al lang voorbij. Wat is er? Hebben jullie een spook gezien? Nee, erger. U. Aan het werk! Ik ga met Richard en Jack naar de stad. En jullie zijn klaar met je taken voor we weer terug zijn. Of er zwaait wat. Ja. Tom en Anna, jullie helpen Ruth bij de receptie. Liv, jij houdt je bezig met de kamer van meneer en mevrouw Grondslinger. Natuurlijk, alles begrepen. En waar zitten de rondslingers dan precies? Grondslinger. Grondslingers, oké. En... waar? Pas op, jonge dame. Of je poetst zo het hele hotel. Met een tandenborstel. En het tuinhuisje ook. Ja. Kamer 9, dank je. Zo, schoonmaakster Liv staat tot de dienst. Goeiedag, mijn kindje. Wil je misschien een kopje thee? Als meneer Leopold de dief is, of Jack, dan weten we het echt zeker. Nou, dat ze in dit heden niet naar kamer 13 zoeken. Anders willen ze de munt toch niet verkopen? Ja, maar als Frieda de dief is, dan zitten ze misschien toch achter ons aan. Ja, maar dan had Jack de munt toch niet teruggegeven? We moeten de munt vinden. Wat is een goede verstopplaats? Nou ja, daar waar we niet in mogen. In Leopolds kantoor? De vrieskist, Jack en meneer Leopold zijn alle drie in de stad. Dus dit is onze kans. Wat denk je? Is Rut nog een beetje hetzelfde? Oh. Waar ga je met die plant heen?
Naar de keuken. Hij zit vol luizen. Luizen? Ja, kijk maar. Snel, haal dat ding hier weg. Hartelijk dank, kindje. Graag gedaan. Goed gedaan, Anna. Goed gedaan. Liv, ben je er nu alweer? Mevrouw van Lipstein, heeft u een fijne dag gehad? Of ik een fijne dag heb gehad? Weet u eigenlijk wel hoe zwaar het is om de hele dag in de zon te liggen en ook nog knap te zijn? En had ik u niet gevraagd om uw personeel uit mijn buurt te houden? U heeft gelijk, mevrouw van Lipstein. Ik maak er meteen werk van. Wat? Kom. Gert. Hallo. Huppie. Wat? Pardon, mevrouw. Moeten jullie het kantoor schoonmaken? Sst. We zoeken de munt. Wij zijn verstoren op onze kamer. Verstoren? Weet u het zeker, meneer Grondslingers? Oh nee, de Grondslingers. Nou worden die twee mollen ook nog bestolen. Huh? Ja, die met die zendbadglazen. Die blinde. Wilt u daarmee zeggen dat ik lieg? Huh? Nee, natuurlijk niet. Maar... misschien heeft u de armband over het hoofd gezien. Wat zegt u? Niks. Hier, de gevonden voorwerpen. Misschien zit uw armband hier wel bij. En? Ah, mevrouw Foster, meneer Leopold, we hebben een probleem. Ze zijn terug. We moeten hier weg. Kom. Wat moet dat hier? Lady Rose, verzetstrijdster van de onderdrukte. Wees gegroet.